Welkom, mijn naam is Stijn van Team Puzzle. Vandaag worden jullie opgesloten in een escape room. De bedoeling is dat jullie de uitgang vinden binnen het uur door raadsels op te lossen en linken te leggen. Denk logisch en onlogisch na. Denk out of the box. Teamwork en communicatie zijn heel belangrijk. Jassen mogen aan de kapstok, smartphones niet mee naar binnen. Als je nog naar het toilet moet, doe dat nog voor het spel begint. Er zijn drie belangrijke spelregels. Regel 1. Nooit fysieke kracht gebruiken. En niet forceren of breken. Regel 2. Camera's laat je hangen. Computers niet manipuleren. Voer enkel de gegevens in die gevraagd worden. Regel 3. Alle zaken met do not use labels op heb je niet nodig. Afblijven dus. Wij houden jullie in het oog via camera's. We zien jullie wel, maar we horen jullie niet. En dat is niet nodig, want we zien perfect aan jullie handelingen waar jullie zich in het spel bevinden. Stel nu, je hebt op een bepaald moment nood aan een tip. Ook geen enkel probleem. Je pakt je krijtbordje, je schrijft er tip op, je houdt het voor de camera en wij zorgen dat er een tip verschijnt op een tv-scherm in de escape room. Maar stel nu, je raakt op een bepaald moment in paniek. Ook geen enkel probleem, want er bevinden zich twee van deze panic buttons in de escape room. Als je daarop drukt, gaat de deur automatisch open. Maar ja, dat kunnen we niet rekenen als een geldige ontsnappingspoging. Onthoud, het is en blijft een race. Een race tegen de tijd. Jullie hebben 60 minuten om de kamer te verlaten. Normaal genoeg tijd, maar voortmaken. Na het spel kunnen we nog even napraten en natuurlijk iets drinken. Veel succes!